duwen. Ah! Ik ga mijn spa gewoon echt helemaal uitbreiden. Het is toch heerlijk om hiermee je dag te beginnen. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij van mijn eigen kanaal Larissa Bruin. Daar maak ik ook heel veel leuke video's en ook wel video's over action, dus neem daar vooral een kijkje. En vandaag heb ik op dit kanaal ook weer een hele leuke video voor jullie, namelijk een shoplog en dit keer een beauty shoplog. Dus ik heb heel veel leuke beauty items geshopt. Sommige items die ik eigenlijk wel dagelijks gebruik, maar ook wel dingen die nieuw zijn en die ik wil gaan uitproberen. Misschien heb jij ze al geprobeerd, laat het dan vooral weten in de comments. En als je zin hebt in deze video, doe dan nu in ieder geval alvast je duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk niet om te abonneren op dit kanaal en ook op mijn kanaal. Nou, en dan begin ik maar even met dit gouden masker. Vind ik wel een hele leuke binnenkomer. Het is een gezichtsmasker met hydrogel. En it has a calming and soothing effect. Helps to restore dry skin. Ik had eigenlijk eerlijk gezegd niet eens echt gekeken waar hij nou precies voor was. Maar hij is dus voor de droge huid. En dat komt perfect uit. Want ik heb best wel last van een droge huid zo nu en dan. En nu al helemaal in deze tijd van het jaar. Hij bestaat uit twee delen. Dus nou, dat is ook makkelijk puzzelen en zo. Goed komen. Helemaal leuk. Ik zie ook dat hij maar 99 cent was. Dus dat is ook helemaal top voor een spa dagje thuis. Waarschijnlijk ga ik daar trouwens op mijn eigen kanaal een video voor maken. Dus nogmaals, neem een kijkje. Ook wel heel leuk. En dit is echt iets vernieuwends voor mij in ieder geval. Ik heb dit namelijk nog nooit gebruikt. Dit is een cooling facial massage stick. Dus daar kun je je gezicht mee masseren. En dat heeft dan een soort van cooling effect. Leg de stick ongeveer 10 tot 20 minuten in de koelkast. Maar niet langer dan 2 uur. Masseer de bol op de huid van het gezicht of de nek voor een verkoelend en ontspannend effect. Gebruik in combinatie met een crème of serum. Zodat het nog beter door de huid wordt opgenomen. Het is toch heerlijk om hiermee je dag te beginnen dan. Kan je inderdaad gewoon je crème aanbrengen. Maar dan wel dus op een manier dat het helemaal verkoelend is en zo. En ik weet niet of jullie dit ook wel eens doen. Maar als ik echt slecht heb geslapen. Of als ik heel erg moe ben. Of vallen onder mijn ogen heb gewoon. Dan gebruik ik ook wel eens ijsblokjes. Die ik dan zo rond mijn oog een beetje dep. Maar misschien is dit dan nog wel beter daarvoor. Er staat ook high quality glass. Oh nee, high quality glass. Sorry, ik dacht high class. Ik voelde me echt ineens even helemaal high class met dit. Maar ja, het is ook high class. Kom maar. En deze is €1,29. Dan iets heel anders. Echt iets wat, nou ja, niet is om te smeren of om je gezicht te masseren of wat dan ook. Dit is wel gewoon echt heel erg leuk. En dit is ook iets waar ik al langere tijd naar op zoek was. Oh my god, ik maak het helemaal spannend. Het zijn lampjes. Ja, misschien heb je het al gezien. Make-up light noemen ze het. Ik haal hem er even uit, want dan kun je het net even wat beter bekijken. Ja, en ik vind dit dus echt zo vet. Ik heb er nu maar eentje gehaald. Ik zit eraan te denken om er nog een aantal te halen. Want als je dan bijvoorbeeld de spiegel in je badkamer hebt, kun je er eentje aan de linkerkant, eentje aan de rechterkant, eentje aan de bovenkant. Zie je het al voor je? En dan ben je gewoon helemaal omgeven door deze lampen. En het ziet er niet alleen maar leuk uit. Want ik bedoel, ik zou hier echt gewoon hele fotoshoots mee gaan doen. Maar het is ook waarschijnlijk gewoon wel echt heel handig. Omdat het licht geeft. Duh. Het is trouwens €3,59 per stuk. Misschien ook wel even leuk om hem dan te testen. Ik zie dat hier een batterijtje in moet. En verder zitten er dus gewoon zuignappen aan. Dus je kan het echt overal aan de muur vastplakken. Dus ja, wat ik zeg, kan gewoon naast je spiegel in je badkamer of zo. Ik vind het helemaal leuk. Oké, ik heb er batterijen in gedaan. Komt ie hoor. Zien jullie hoeveel licht dit ding geeft? Dus stel je voor, je hebt er echt 4. Nou, je make-up heeft nog nooit zo goed gezeten, denk ik. Dan heb ik ook een handdoek besteld. Want ja, een handdoek hoort er natuurlijk ook gewoon helemaal bij. En dit was volgens mij een hele grote. Ik heb echt de grootste uitgekozen, namelijk 70 bij 140 centimeter. Ja, dit is gewoon een prima handdoek. Ik kan niet zeggen strandlakengevoel, maar wel gewoon een goede grote handdoek. En hij is €3,99. Voor mijn thuisspa leek het me ook wel leuk om deze spa gel socks uit te proberen. En deze zijn washable en reusable. Dus je kunt ze gewoon wassen en opnieuw gebruiken. Nou ja, de bedoeling is dus dat je voeten hiervan heerlijk zacht gaan voelen. Ik weet eigenlijk al dat dit soort sokken uiteindelijk helemaal niet lekker zitten. Want het is net alsof je natte sokken aantrekt. Maar ja, ze maken je voeten wel extra zacht. Dus ik ben er heel benieuwd naar. Deze waren €2,98. Dan heb ik ook tandpasta meegenomen. Ook zoiets wat typisch in je badkamer hoort. Gewoon een standaard. Maar ik heb wel een speciale meegenomen. Dit is namelijk de MAC
Maximum White Stain Guard met charcoal. Ofwel met, hoe heet het ook weer? Houtkool. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Zelf nog nooit geprobeerd. Mocht je dit wel al eerder hebben geprobeerd, laat dan vooral weten in de comments wat jouw bevindingen hiervan zijn. Maar mijn bevinding met Colgate in het algemeen en met die White Collection, zeg maar, is wel dat mijn tanden er echt witter door gaan lijken. Dus ik ben heel benieuwd of dit dan nog eens extra wit maakt. En deze was €1,79. Volgens mij in ieder geval bij Action echt een stuk goedkoper dan bij andere winkels. Dus dat is sowieso een voordeel. Dan heb ik ook wattenschijfjes meegenomen. Dit is ook zoiets wat je gewoon standaard in je badkamer hebt, denk ik. 49 cent, zitten er 80 in. Nou, helemaal top. Nog zoiets standaard zijn deze scheermesjes. Dit zijn wegwerp scheermesjes. 4 plus 2 gratis. Voor €2,99. En die zijn van Venus. Volgens mij is dat echt wel een prima merk. Ik heb deze zelf nog niet uitgeprobeerd. Maar ja, ik denk dat dit gewoon prima gaat zijn. With a touch of aloe. Dus dat is ook altijd weer verzachtend en zo. Nou, helemaal top. Ik ga ze uitproberen. Nogmaals, als er iets is dat je ziet in deze video wat jij al geprobeerd hebt en waar je heel enthousiast over bent. Of waar je nog tips over wilt delen, laat het dan vooral weten in de comments. Dan heb ik ook een handmasker meegenomen. Want ja, ik bedoel, als je gezicht en je voeten in een masker gaat zetten, dan moet je natuurlijk je handen ook niet vergeten. Dus dit is een Soothing Hand Mask. En volgens mij heb ik deze al eens een keer eerder geprobeerd. Ja, is gewoon hartstikke prima. Is gewoon zo'n handschoen, weet je wel, waar dan allerlei... ja, moisturizer in zit. Dat verzacht wel echt je handen. Deze heeft chia butter, macadamia oil en vitamine E. En deze was 95 cent. Hier, echt een complete doos. Want jongens, ik dacht, ik ga mijn spa gewoon echt helemaal uitbreiden. Niet alleen voet, handmasker, gezichtsmasker enzovoort. Nee, dit is een gezichtsstomer, zou ik het beste kunnen zeggen, denk ik. Ja, gezichtsstomer. €7,49. En hierin zit een facial cone, een nose cone. En een measuring cup. Maar hiermee kun je dus ja, je gezicht stomen. Heb ik echt nog nooit gedaan. Ik heb wel een keer zo gestoomd toen ik echt heel erg verkouden was. Dat je dan met een handdoek over je hoofd boven een bak gaat hangen. Weet je wel, dat idee. Maar zo'n echte gezichtstomer, die volgens mij ook echt bedoeld is om meer de huid te stomen, heb ik nog nooit geprobeerd. Voor een optimale en ontspannende ervaring kunnen aromatische olie worden toegevoegd. Nou, hier staat nog helemaal uitgelegd hoe het werkt en zo. Heel benieuwd naar. Dan weer even iets heel anders. Dit is een make-up remover cloth. Ofwel een ja, soort van washandje waarmee je make-up kunt verwijderen. Maar dan eentje die je kunt hergebruiken. Heel handig voor op vakantie. Deze is een 89 cent. Dan heb ik natuurlijk ook handgel meegenomen. Want waar ben je tegenwoordig zonder handgel? Deze is 79 cent. Heeft ook aloe vera, geloof ik. Oh nee, green tea. Ook boeiend. Ziet er eigenlijk een beetje chemisch uit, hè? Maar volgens mij is dit wel het goede chemisch. Ja, dit, ja, het is handgel, jongens, kom maar. Pleisters, niet heel boeiend. Wel iets wat je gewoon standaard in huis wilt hebben. Ik al helemaal, want ik draag vaak Dr. Martens. En die schoenen die doen me toch een zootje pijn. Dus ik heb een tip voor jullie. Voordat je de schoenen aantrekt, eigenlijk altijd, totdat ze geen pijn meer doen. Maar dat duurt misschien 5 jaar of zo. Pleisters. Aan de achterkant van je voeten, dikke sokken aan en dan werkt het. Dus ik heb dit eigenlijk altijd in huis. Gewoon omdat ik het ook altijd wel nodig heb. Hoeveel was dit? Had ik dat al gezegd? 75 cent. Nou, is toch top? Zit er 10 in. Ik heb hier Body Contour Oil. Ofwel lichaamsolie anticelluliet. En dat is €3,49. Vind ik eigenlijk nog best aan de prijzige kant. Maar ja, goed, dat komt misschien omdat ik net de hele tijd heb gezegd dat dingen 70 cent waren. 20 cent, 80, 90 cent. Dus logisch dat ik dan ook denk dat dit een beetje duur is. Maar in feite is het dat natuurlijk niet. En misschien werkt het ook wel echt. Dan vind ik het ook helemaal waard om dit te hebben. Nou is het zo dat ik een tijdje aan het noem je dat ook alweer? Aan het cuppen was. Ik weet niet of jullie weten wat het is. Maar heb ik ook nog een hele video over gemaakt. Om te kijken of dat werkt. En dat werkt dus wel echt om je huid gladder te maken. Dus dat wil ik binnenkort weer gaan doen. Ja, sorry. Kerst is voorbij. Dus de zomer komt eraan. Als je het mij vraagt. En dan vind ik dit soort dingen wel handig. Weer even de body weer helemaal back in shape krijgen. Wat was het? €3,49. Rip uit mijn lijf. Grapje. Dan weer even iets super standaards. Namelijk deodorant. Deze is €1,79. En dit gebruik ik echt standaard. Dus dit is gewoon weer zo'n basic iets. Wat je bij mij in ieder geval standaard in mijn badkamer zult vinden. Nog zoiets standaards. Wattenstaafjes. Maar ja, deze zijn volgens mij hartstikke prima. Ik kan er echt niet veel over zeggen. Het zitten er 300 in. 68 cent. Ook iets wat ik gewoon
standaard in huis heb. Dan iets minder standaard, maar ja, ik ga hopelijk binnenkort op vakantie. Dit is een sunspray en ik weet niet waarom er staat dat het een sport sunspray is. Geen idee. Ik denk dat er ook prima mee op een lichtbedje kan liggen. In ieder geval SPF 50, transparant. En wat ik hier dus wel handig aan vind, is dat je hem gewoon heel makkelijk kan sprayen. Juist, dat wilde ik zeggen. Ik zie al helemaal voor me hoe ik gewoon zo doe. Klaar, ready, liggen en niks meer doen. Sportspray. €4,95 is hij. Dan heb ik nog een handgelletje. En ik zie hier, en dit is wel grappig, maar deze handgel is dus echt... Zit veel minder in dan de handgel die ik net liet zien, maar is dus wel iets duurder. Deze is namelijk €1,25. Ik ben echt als een krent aan het doen nu met mijn €1,25. Dat is duurder dan die ander. Maar er zit gewoon veel minder in. Maar is wel echt veel leuker. Ik heb er al zo eentje. En hier komt weer een tip. En die heb ik dus aan mijn sleutelbos gedaan. En op die manier heb ik dus voortaan altijd handgel bij me. Nou, dan weer even een investering. En weer even iets wat ik, nou ja, wel dagelijks gebruik. Maar deze heb ik nog niet. En ik heb deze gehaald vooral eigenlijk om mee te kunnen nemen op reis. Dit is een elektrisch tandenborstel voor wie het nog niet door had. Van Oral-B. €8,98 vind ik echt heel goedkoop voor zo'n tandenborstel. Maar dit is dan dus ook wel het type tandenborstel, het type elektrische tandenborstel, laat ik het zo zeggen, die je gemakkelijk meeneemt op reis. Ik heb namelijk al een elektrisch tandenborstel voor thuis. Wauw, dit wordt echt gewoon weer een hele storytime. Ik heb er al één voor thuis, maar die is wat duurder. Die ga ik niet de hele tijd meeslepen. Is ook wat groter. Moet helemaal opgeladen worden. En hier kan gewoon een batterij in. Dus super handig. Tandenborstel met batterijen. Werkt op batterij. Twee verwisselbare AA batterijen inbegrepen. Dat vind ik nou geweldig nieuws. En zitten gewoon batterijen bij. Gaan we door naar het laatste product. En we gaan eigenlijk met hetzelfde product eindigen als waar we mee begonnen zijn. En namelijk weer een gezichtsmasker. Dit is een foil sheet mask. Ja, deze is net even wat specialer of zo. Maar ook weer niet. Maar ook weer wel. Smoothens en softens. Enriched with peach extract. Kijk. Deze steelt gewoon echt de show namelijk. Ja, goud folie sheet masker. Maakt glad en verzacht. Verrijkt met persic extract. Masseer het resterende serum in je huid. Ladidadidadidadida. Ik ga deze ook lekker uitproberen. Ik doe dit tegenwoordig echt elke zondag. Een maskertje. Ik ben heel benieuwd of jullie dat ook wel vaak doen of helemaal niet. In ieder geval echt een aanrader om dat gewoon wekelijks of twee wekelijks te doen. Echt even een mie-momentje inlassen op de zondag of de zaterdag, wanneer je er maar zin in hebt. En deze is dan ook €0,99, net zoals die andere. Nou, ik heb toch echt prachtige dingetjes gehaald. Ik vind dit echt een leuke beauty shop log, moet ik zeggen. Ik ben ook heel blij dat ik van die nieuwe dingen heb ontdekt. Zoals deze. Oh, ging je nou weer aan? Ja. In ieder geval, ik ben helemaal een blije meid. Ik hoop dat jullie ook heel blij zijn geworden van deze shoplog. If zo, doe dan natuurlijk je duimpje omhoog. Vergeet niet om een leuke reactie achter te laten. Welk van deze items ga jij ook zeker scoren? Of heb je alles gebruikt? En wat vond je ervan? Laat dat weten in de comments. Vergeet verder niet om te abonneren op dit kanaal. En natuurlijk ook op mijn kanaal. In ieder geval heel leuk dat je hiernaar hebt gekeken. En hopelijk weer tot snel.